De Voedselbank Midden-Twente heeft de voedselveiligheid en hygiëne aantoonbaar op orde en heeft hiervoor het HG-certificaat verkregen. Dit certificaat werd overhandigd door burgemeester Schelberg. Wij zijn al gecertificeerd door de hoofdgroep. Dat is een onderdeel van Voedselbank in Nederland. Dat betekent dus dat wij voldoen aan de hygiëne-eisen die gesteld worden door de voedselwaarheidsautoriteiten en dat wij voldoen aan voedselveiligheid. We zijn bijzonder trots op dat we dat gerealiseerd hebben. Maar we hebben toch heel veel dingen nog moeten aanpassen en moeten door moeten voeren. Kijk, we hebben een groep chauffeurs, we moeten een lijstje vullen, temperatuur, meten is weten, is het gemiddelde credit die we hebben. We hebben iemand die moet zijn voor ongediertebestrijding. We hebben iemand die moet zijn die is verantwoordelijk voor het hele diepvries gebeuren. Dan iemand verantwoordelijk voor het uitgifte gebeuren. Dus elke discipline moet hier zijn steentje bijdragen aan de voedselveiligheid. De Voedselbank heeft een hoge score behaald voor het certificaat. Vanuit de 100 punten hebben ze er maar liefst 95 gekregen. We hebben op dit moment dus nog 132 voedselbanken, zo in mijn hoofd gezegd, die nou dus gekeurd zijn. Maar ja, dat zegt in principe niks. Kijk, kampioen worden is heel eenvoudig, maar kampioen blijven is veel moeilijker. En dat betekent dat we hier de discipline erin moeten houden, dat we zo blijven werken zoals we dus nu doen. Nou ja, 95 van 100 is natuurlijk subliem, is een geweldig resultaat. En die 5 hadden we er ook wel bij kunnen hebben. Het ging om een futiliteitje, maar je moet altijd iets hebben. Ik vind het helemaal niet erg. Kijk, 95 hebben we weer een doelstelling dat we naar de 100 in kunnen. Daar werken we weer naartoe.